We zijn hier in Vught bij het tuincentrum van Run, want het is weer kerstbomentijd. Over een tijdje heeft iedereen er weer een staan in de woonkamer. En ik vraag mij af, hoe zit het nou met alle soorten en maten? Mij is het niet meer duidelijk. We gaan praten met de eigenaar en die gaat ons even wat vertellen. Waar moet ik op letten als ik een kerstboom wil kopen? Nou, een kerstboom moet je op letten van dat die vers is. Dat die dus niet te vroeg uit de grond gehaald is of afgezaagd is. En dat betekent dus bij een goed verkooppunt hoe kerstboom kopen. Helemaal duidelijk. En komen alle kerstbomen hier ook vandaan? Nou, alle kerstbomen die komen steeds meer uit buitenland. Dus dat wil zeggen, je hebt hier in Nederland heb je nu tegenwoordig een aantal goede kerstboomkwekers. Maar die kunnen de vraag bij lange na niet aan. Dus er komen heel veel bomen uit buitenland. En dan wordt het weer opletten. Waar komen ze vandaan? Wanneer zijn ze gezaagd? En hoe zijn ze hier naartoe gekomen? En dat heeft u hier helemaal onder controle, neem ik aan, hier in Vught? Ja, ik heb bijna allemaal kerstbomen van binnenlandse kwekers. Alleen de grotere mate Noordmanbomen, die zitten hier nog niet. En die komen allemaal uit Denemarken of uit Zweden. En is het nou zo ook dat hoe meer ik betaal voor een boom, hoe beter de boom is? Dikwijls wel. Daar zit ook het kwaliteitsverschil in. Hè? Als je een Noordmanboom van 15 euro hebt, of je hebt er een van 35 euro in dezelfde maat, ja, dan kun je al aanvoelen, er zit een kwaliteitsverschil in. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ik neem aan dat u hier ook voor elk wat wils heeft staan. Ja, we hebben voor ieder die maar wat zoekt, hebben we iets. We hebben bomen tot 5 meter toe. Heeft u er zelf ook al in staan? Nee, nog niet. Wij zijn altijd van, als dadelijk de kerstbomenverkoop afgelopen is, dan zetten we 1, 2 of 3 bomen binnen die we dan nog hebben.